We zijn hier in de Krimpenerwaard, een gemeente met een groot buitengebied, een veenweidegemeente. De agrarische sector vormt in deze gemeente eigenlijk de drager van het buitengebied. Het is een gebied met een grote opgave op water en natuur. En als gemeente hebben we eigenlijk ons beleid ingestoken om te kijken of wij een bijdrage kunnen leveren of een toekomstbestendige landbouw kunnen stimuleren. Maar lokaal, hè? Ik bedoel, we hebben hier de Kaas Natuurontwikkeling afvlag gedaan. Ja. Op onze zoektocht zeg maar, naar kansen, naar modellen, naar mogelijkheden voor de Krimpenerwaard. En ook zijn we eigenlijk door de ecoloog van de provincie geïnformeerd over het adaptieve model. Een model waarbij je zeg maar, gebruik maakt van de biodiversiteit. Waardoor zeg maar, de kosten van je product zeg maar, omlaag gaan en je marge daardoor omhoog. Ja, samen met het Veenweide Innovatiecentrum en andere partners zijn we nu eigenlijk bezig om te kijken van nou, past dit model bij de Krimpenerwaard? Biedt het kansen? Het is een gebied waar zeg maar ook de grote steden omheen liggen. En nou ja, we hopen dat die zoektocht in ieder geval iets oplevert en dat we met boeren hiermee aan de slag kunnen. En dus komt, Jan, er komt 30 centimeter grond ja, op ongeveer. Ja, 40 wel, maar ook bij 40, 50.